Dat evenementenbeleid moest toch wel op een aantal punten wat worden aangepast. Een van de dingen die moest worden aangepast is de aanvraagtermijn voor een evenementenvergunning. Die was in de huidige situatie voor alle gevallen 14 weken. Nou, als het gaat om grote evenementen, zoals bijvoorbeeld Hunterpop, dan is dat natuurlijk logisch. Hè? Dan moet de politie meekijken en de brandweer. Maar de braderieën Terborg of de braderieën Ulft, wat kleinere evenementen die ook hartstikke leuk zijn, maar waar wat minder veiligheidsdiensten hoeven mee te kijken, ja, die hoeven natuurlijk niet per se 14 weken van tevoren worden aangevraagd. Dus we hebben wat meer maatwerk toegepast, waarbij de wat kleinere evenementen een vergunningaanvraag 8 weken van tevoren moeten doen en de grote 14 weken. Ja, op zich een prima besluit. Maar of het ons echt heel erg gaat helpen, ik denk het niet. Want 14 weken van tevoren was ook een prima termijn om een vergunning aan te vragen. Dus eigenlijk was deze stap niet eens zoveel nodig, want ja, de verhoudingen zijn al helemaal prima. De verhoudingen zijn prima. Waar het ons bij gaat helpen is dat wanneer we spontaan iets gaan organiseren, dat we dan wel meer tijd hebben voor het aanvragen van een vergunning. Dus in die zin is het gewoon een prima stap. Zijn jullie dat van plan? Wie weet. Als er goede ideeën zijn, laat maar weten. Verwacht u ook dat dit meer aanvragen zal gaan opleveren? Nou ja, dat hoop ik. Want we willen natuurlijk graag dat mensen feest kunnen vieren. Dat er leuke evenementen zijn, braderieën. Oude IJsselstreek is een hele gezellige gemeente. Mensen houden ook wel van een feestje en van een evenement. Nou, en als we als gemeente daarbij kunnen helpen door bijvoorbeeld aanvraagtermijnen wat makkelijker te maken, maar ook wat meer te helpen bij wat heb je nou nodig als je een evenement organiseert, dat doen we natuurlijk graag. Ja, want mensen moeten natuurlijk ook wel kunnen genieten. Maar het moet ook wel veilig zijn. Dus dat is iets waar we toch ook wel streng op zijn en ook op letten. Denken jullie dat de gemeente Oude IJsselstreek nou een spontanere gemeente wordt door dit besluit? Gaan er overal meer evenementen oppoppen? Ik hoop het. Ik hoop het echt. Het zou echt fijn zijn. Want de Achterhoek is leuk. Gemeente Oude IJsselstreek is fijn. Dus hoe meer leven en hoe meer feestjes en hoe meer dingen, hoe liever het mee is. Want nu is het nog een beetje saai? Nou, nee. Maar het kan altijd beter, toch?